even kijken, hoeveel zullen we er nog doen? Dat gaat de volgende wel eventjes bepalen. 0800-1122, hallo? Hallo, met Erwina. Oh god, hallo Erwina. Erg hè? Nee. Als ik zeg oh god, dan bedoel ik oh hoogheid. Oh. Dank u zeer. Ja. Oké, dan moet je wel biechten eigenlijk. Elke week als je echt zo bent. Nou, dat moet jij dus even doen. Valt er iets op te biechten, Erwina? Ja, weet je, ik ga gewoon elke week biechten. En dan krijg ik vergeving. En dan kan ik het weer doen, want ik heb toch vergeving. Nee. En dan week, okay, maar en de week daarop kan ik weer biechten. Wat heb je deze week op te biechten dan? Ik heb eigenlijk helemaal niks op te biechten. Oh. Ik ben heel saai. Okay. Ik ben heel saai. Een brave Hendrik. Ja. Erwina, welke ga je doneren voor Van Smaak Woensdag? Je wil het niet geloven. Het is ook heel moedig om te zeggen in Nederland. Ik hou totaal niet van André Hazes. Dus jij gaat nu André Hazes ga je Van Smaak noemen? Okay. Please. En welke dan? Welke vind ik het ergst? Geef mij nu je angst. Want ik voel me totaal niet aangesproken. Sowieso bedankt. Maak die nummers niet voor mij, wie dan ook. Niet André. Geef mij het gevoel. Ja, is dat het niet gewoon? Het gevoel dat je er weer bij hoort voortaan? Is dat ja, niet even... dat wel. Nou, dat bedoel ik, Erwina. Okay. Dat is toch wel de club waarbij je wil zijn. Maar er komen zo goede platen binnen dat ik deze ook maar gewoon erbij zet. Geef mij nu je angst van André Hazes. Yo. Erwina, hoeveel telefoontjes nog? Doe maar twee. Oké, we zijn snel klaar. 0800-1122. Wie is hier? Goedemorgen, Jan. Hey, Jan.